Nou, ik ben eigenlijk benieuwd waar we vandaag zijn aanbeland met Mijn Plek, Mijn Spangen. Misschien kun je dat jezelf even voorstellen en vertellen waar we nu zijn. Nou, jullie zitten nu op Bellamistraat 42. Mm-hmm. En ik ben Violetta en dat is Noah. In wat voor wijk woon je? Multicultureel. Mm-hmm. Ja. Okay. En is het een leuk schuitje om in te zitten? Ja, ik vind het niet erg. Ik vind het leuk. Zo'n multicultureel, dat is ook goed voor Noah. Je vertelde net dat uiteindelijk er is sprake van ze zijn dat de kas hier vlakbij ze komen. Daar was je niet zo blij mee. Nee. Die komt nu ergens anders. Maar nou moet er toch gewacht worden op zeg maar, het definitieve ontwerp. Weet jij hoe het, wat is nu de volgstap? Wat gaat de gemeente nu doen? Of gaan jullie met elkaar als bewoners het met elkaar eens worden? Nou, iedereen was eens mee. Dus zij hebben al gezegd dat het werk gaat starten. Maar door één iemand, eigenlijk zeg maar met die bewoners, welke wij hebben contact, niemand weet wie, is dat gewoon gestopt. Maar zeg maar hier op de Achedekenstraat. Daar heb ik zeg maar, tot de eind contact met de buren, daar was niemand voor hun geweest. Dus wij weten niet. Iedereen wil dat is klaar gewoon. Wij willen een mooie park hier hebben. Ja. En jullie vinden uiteindelijk ook dat ook voor de, zeg maar de grotere jongens, dat die ook een plek moeten hebben waar ze kunnen voetballen en hun ding kunnen doen? Jawel, ik vond die gesloten voetbalkooi, dat vond ik een goede idee. Die vind ik van die oude, welke stad nu? Ja, die is gewoon, die hekken zijn te laag. En meestal belandt die bal op de auto's op onze ramen. Dus daar ben ik niet blij mee. Dus die ontwerp met gesloten kooi, ik vond dat... Heb je veel vrienden hier gemaakt? Of hoe gaan jullie, hoe ga je om met de buren? Ja, in het begin was ik ja, niemand. En daarbij hebben zeg maar kennis gemaakt met de buren naast hier, zeg maar met de nieuwe buren, zo genoemde. En daarna heb ik begonnen met activiteiten bij Spiekman voor kinderen. Oké, okay, kun je daar misschien iets over vertellen? Wat ben je gaan doen hier voor de wijk? Workshops geven aan kinderen, in creatieve dingen doen, tassen ontwerpen, schilderijtjes maken. Dus alle kleine dingen, iedere les was gewoon anders. Hey, wat leuk, en hoe ben je erbij gekomen om dat in het wijkcentrum te gaan doen? Zeg maar, ik ben zelf erg creatief en ik vond het leuk om zeg maar, naar andere mensen die kennis welke ik heb overdragen, en zeker naar kinderen. Ik vind gewoon steeds dat veel kinderen lopen hier op straat, niks te doen. En wat ik mij verder afvroeg, je vertelde dat je zelf ook heel creatief bent. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, tot in de 31 december nog was ik bezig met mijn eigen bedrijf. Toen heb ik nog afgelopen dagen opgezegd. Mm-hmm. Dat was ontwerpen voor kinderkleertjes en verschillende decoraties voor kinderkamers. Oké, okay, maar daar ben je nu echt mee gestopt, definitief? Op die moment heb ik mij laten uitschrijven. En voor de toekomst, dat zie ik nog. Ik doe meestal veel met design, dus fashion design. En ben ik nu ook bij SKWR, volg ik cursus voor modeontwerpen en uitvoeren. Dat doe ik nog steeds, dus de meeste zit in de kleding. Wat een jeetje. Oh, super piepklein. Super piepklein. Ja. Nou, misschien kunnen we even gaan kijken. Is goed? Ja. Het is in mijn pakket. Ja. Mini atelier. Vertel eens. Ja, hier zijn mijn werktuigen, dus twee naaimachines. Dat is mijn nieuwe opdracht. Geweven avondjurk wordt dat. Dat is tijdens mijn studie in Breda in 2005. Dat was net ontmoeting met, ik ken hem naam niet meer, bekende Engelse tekenaar. En wij moesten in Breda bij -6 tekenen in de stad. En zij gewoon oefeningen voor mensen tekenen. Mm-hmm. En verschillende technieken welke wij moeten leren. Is een mooie uitgave geworden, want dat is je eindwerkstuk geweest. Nee, dat heb ik zelf gedaan, zeg maar, om te laten zien wat heb ik ooit gedaan. Uiteindelijk gooi je dat weg en zo'n boek blijft gewoon staan. Dat zijn mijn tekeningen nog toen ik 15 was, denk ik. Een tijdje geleden, verschillende schilderijen en... En van wanneer zijn die schilderijen? Die zijn ook uit je tijd hier in Nederland of nog van in de tijd dat je in Polen... Ja, ik zat ook op... cursus voor grafiek bij Artes in Arnhem. Mm-hmm.
Dus daar heb ik daar tijdens de cursusdingen gedaan. En heb ik ook modevakopleiding gedaan in Arnhem, 3 jaar. Zeg maar, dat zijn de meeste opdrachten daarvan.